Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschillig bent. Goedemiddag, 6 VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Jullie hebben een ST'tje gemaakt, herkansing van ST2. Dus die wil ik graag even bespreken. Dus laten we even gaan kijken naar de toets. Dit is hem. En vrijdag 16 december, dat weet je als het is wel. 11 vragen, 41 punten. Het formuleblad. En dan gaan we naar vraag 1. De driehoeksgetallen. De eerste 5 driehoeksgetallen zijn achtereenvolgens 1, 3, 16 en 15. Het n-de driehoeksgetal dn breek je met de directe formule een half n kwadraat plus een half n. Okay. Bij de driehoeksgetallen hoort ook een recursieve formule. Dat is leuk. Nou, bereken het 13e driehoeksgetal. Dan zeg je nou eigenlijk wil ik d13 weten. En omdat wij een directe formule hebben, kunnen we gewoon die directe formule gebruiken. En daar het getalletje 13 invullen. Dus dan krijg je een half keer 13 kwadraat plus een half keer 13. En dan komt een getalletje uit. Dus even kijken. 0,5 keer 13 kwadraat plus, de helft van 13 is 6,5. En dan kom je uit op 91. Dat is leuk. Ik pak even mijn eigen zooi erbij. En kijken of mijn antwoordmodel goed is. Dus als ik op iets anders uitkom, dan moeten we nog even kijken. Nou, ik heb hier ook 91, dus geen probleem. Goed, som 2 dan maar. Bij som 2 zeggen ze toon aan dat dn min 1 is bla bla bla. Oké, hoe doe je dat? Je hebt een formule voor dn. Ik zal hem nog even opschrijven. Dn is een half n kwadraat. Oké, die 2 is wat lelijk. Wacht even. Een half n kwadraat plus een half n. En je wilt dn min 1 weten. Nou, dn min 1 is niets anders dan de formule voor dn met op de plek van de n min 1 ingevuld. Dan moet je natuurlijk wel haakjes gebruiken, hè? Want die n min 1 die moet in het kwadraat. En dan hebben we hier ook die half n. En die n wordt ook n min 1. En er moeten ook haakjes omheen, want die half die telt voor de n voor de min 1. Oké, dan kun je dat kwadraat hier uitwerken. Dus dan krijg je een half keer en dan n min 1 in het kwadraat. Even kijken hoe het ook alweer ging. He, dat is n min 1 keer n min 1. Dat moet je papegaaien. N keer n keer min 1, min 1 keer n, min 1 keer min 1. Dus dat geeft n kwadraat. Dat geeft een min n en een min n. Dat is samen min 2n. En min 1 keer min 1 is gewoon plus 1. Dus dan krijg je n kwadraat min 2n plus 1. En omdat ik deze haakjes nog niet heb uitgewerkt, laat ik deze ook even staan. Dan kunnen we dat mooi tegelijk doen. Nu moet dat allemaal keer een half. Dus dan krijg je een half n kwadraat min een half keer 2 keer n. Dat is gewoon min n. Een half keer plus 1 is een half. En hier hebben we dan ook nog een half keer n en een half keer min 1. En dat is min een half. Nu gebeurt er wat leuks. Kijk, die plus een half en die min een half vallen tegen elkaar weg. En min n plus een half n, dat wordt min een half n. Dus dan krijg je als antwoord een half n kwadraat min een half n. En dat is wat zij ook hebben. Zie je dat? Dus gaan we naar som 3. Som 3 toont aan dat dn is dn min 1 plus n met d1 is 0. De recursieve formule is van de driehoeksgetal is. Eigenlijk zou ik hier graag nog even een nieuwe regel tussen hebben. Even aanpassen. Even kijken. Kijken of dat nog eventjes, of het al daarna drukker is. Hier stopt het, de vraag. En wat de rest staat, dat is informatie voor de volgende vraag. Som 3. Directie formule. Die D1 is
Dan moet D1 is 1 zijn. Ja, we beginnen natuurlijk bij 1, hè? Oké, dus D1 is 1. En Dn-1 is... hoe moet je dat nou doen? Nou, dat is meestal... Sorry, ik ben een klein beetje in de war vanwege de foutjes die ik nog even heb proberen op te lossen. We moeten laten zien dat de dn is dn-1 plus n. En dat kun je doen door te zeggen van, nou ja, kijk, dn is vast wel dn-1 plus iets. En de vraag is van, ja, maar wat komt er dan steeds bij? En daar is een standaard kunstje voor, wat jullie al een paar keer hebben geoefend. Zelfs als je alleen maar ST's hebt gemaakt, dan heb je dit een paar keer geoefend. Hoe zat het namelijk? Nou, we hebben een formule voor dn. En we hebben een formule voor dn-1. Dus als we willen weten wat dit is, dan hoeven we alleen maar dn min dn-1 uit te rekenen. Nou, dn is een half n kwadraat plus een half n. En dn-1, dat was een half n kwadraat min een half n. He, dat is gegeven in de toets. Dus zelfs als je er niet uit zou gekomen zijn, dan zou je deze informatie hebben. Nou, dat minteken dat telt voor die en voor die. Dus dan krijg je een half n kwadraat plus een half n min een half n kwadraat plus een half n. En dan krijg je hier dus n. En nu weet je dus dat het verschil tussen die dingen n is. Dus dat betekent dat die n, die moet hier staan. En die 1, dat is hier gewoon het eerste getal. Hè? Want, ik nog even netjes zeggen. Want, eerste driehoeksgetal is 1. Zo. Oké, gaan we naar som 4. We nemen nu de somrij van driehoeksgetallen. We krijgen dan voor de eerste 5 getallen 8 en volgens 1, 4, 10, 20, 25. Klopt dat? Nou, het eerste getal is 1. Het tweede getal is 1 plus 3 is 4. En dan 6 erbij is 10. En dan 10 erbij is 20. En dan 15 erbij is 25. Oké. Ik had hier al naar gekeken. Maar kennelijk 15 erbij is natuurlijk 35 hier. Hè? Dus deze 25 moet er 35 zijn. Die 10 is de 1 plus 3 plus 6. Ja, klopt. Oké. Nou, som 4. We rekenen het 12e getal van deze somrij met behulp van de recursieve formule van dn. Dus je kan dus niet summation doen met de directe formule. Meneer Teunis is niet een grote fan van summation. Maar we kunnen het wel doen met de recursieve formule. Dus wat moet je dan doen? Dan moet je de recursieve formule in je grafische rekenmachine pleuren. Dus dan moet je opschrijven wat je doet. In ieder geval wat je invult. Dus dan voor n min vul je in 1, want de eerste term is D1. Dan krijg je die formule voor UN. Ik ga het zo ook in de rekenmachine zetten. Hè? Nou, dat is UN min 1 plus N. En dan heb je ook nog zo'n beginvoorwaarde nodig. U1 is 1. Laten we dat even doen. Dan zet je je rekenmachine op mode sec. Komt van sequence, dat is gewoon een rij. En dan gooien we deze zooi eruit. En dan kunnen we die n min op 1 zetten. De un, dat wordt dan de recursieve formule van de driehoeksgetallen, is u n min 1 plus n. En dan hebben we hier nog een u1 en dat was gewoon de eerste term, dat was 1. En ik zie dat ik hier de recursieve formule van de somrijder eigenlijk ook al in heb staan. Dus dat was vn min 1 plus un en dan de eerste term van de somrij is gelijk aan de eerste term van de rij. Dus als we nu in de tabel gaan kijken, die hopelijk bij 1 begint, ja, hier. En 0 doet het niet, hè, want de eerste term was 1. Hier zie je die getallen die 1, 4, 10, 20, 35, die in de toets zouden moeten staan. En ze willen het 12e getal van deze somrij hebben. Nou, dat is 364. En ik heb hier het 13e getal van de somrij zitten uitrekenen in mijn antwoordmodel. Die is fout. Maar ja, het was wel 455. Oké. Maar jullie antwoord is 364.
Dat kan je zien in de tabel van de VN. Als je dat op deze manier doet, moet je natuurlijk ook opschrijven. VN is VN min 1 plus UN. En daarbij V1 is 1. Dit is de somrij. En dan kijk je in de tabel en dan zie je U12. En dat is 364. Oké, dat is een manier. Je kan ook in plaats hiervan kan je doen summation. En dat ziet er als volgt uit. Dus dan doe je mat summation. N is 1 tot 12. En dan hier vul je dan UN in. Op die manier kan je een recursieve formule gebruiken in summation. En dan zou je ook op die 364 uit moeten komen. Nou, dat doet hij gelukkig. Dus dat schrijven we ook nog even op. Dus of dit. Namelijk N is 1 tot 12 van UN geeft 364. En dit doe je dan met summation. Oké, maar het is ietsje meer werk dan alleen maar summation met de directe formule. Goed, gaan we naar som 5. Daar staat chocoladekransjes in de maand december. Bla 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 bla. Oké, dit hebben we natuurlijk allemaal gelezen. De supermarkt verkoopt kransjes in zakjes van 150 gram. Volgens de fabrikant is het gemiddelde gewicht 150 gram. De standaardafwijking van 1,7 gram. Meneer Onbalans denkt dat het gemiddelde gewicht lager uitvalt dan 150 gram en onderzoekt zijn standpunt met 18 zakjes. Hij komt op een gemiddeld gewicht van 149,22 gram. Onderzoek bij een significantieniveau van 2,5% of meneer Onbalans gelijk krijgt. Oké, een hypothesetoetssom. Wat onverwacht. Oké, dit is een normale verdeelde hypothesetoets. Die gaat over mu. Hè. Dus we zeggen, de fabrikant beweert dat mu is 149,22. En met een standaardafwijking van 1,7. Die standaardafwijking staat niet ter discussie. Hè? De nulhypothese is alleen maar dit deel. En dan hebben we de alternatieve hypothese. Die meneer Onbalans zegt van, ik heb onzin opgeschreven hier. De fabrikant beweert dat er 150 gram in die pakjes zit, toch? En meneer Onbalans denkt van, nee, dat zijn oplichters, ze doen er stiekem wat minder in dan 150 gram, dan hebben ze meer kerstkansjes voor zichzelf. En dat moeten we onderzoeken met een significantieniveau van 2,5%. Oké, dus die 149,22 komt hier nog niet voor. Nou, als je dit op een domme manier aanpakt, dan zeg je van, kijk, zijn gemiddelde is lager, dat is namelijk 149,22, dus dit is niet waar. Maar goed, als je gemiddelde dit is met deze standaardafwijking, hè, dan zit je er de helft van de tijd een stukje onder en de helft van de tijd een stukje boven. Je zit nooit precies op dat gemiddelde. Dus de vraag die je wil beantwoorden, van is die 149,22, is dat nou gewoon redelijk te verwachten afwijking van het gemiddelde? Of zeg je van, dat is wel een heel erg grote afwijking. Hè? Die kans op zoiets is wel heel erg klein, dus misschien klopt dat gemiddelde wel niet. En hoe weet je dan of de kans klein is? Nou, dat was het significantieniveau. Dus eventjes gestructureerd. We doen een streekproef. Een streekproef met 18 zakjes. En we gaan kijken naar x met een streepje erboven. Dat is het steekproefgemiddelde. En het steekproefgemiddelde, dat is normaal verdeeld. En als iets normaal verdeeld is, dan heeft het een gemiddelde. Dus een gemiddelde van een steekproefgemiddelde. En een standaardafwijking. En die hebben we nodig om de kans te kunnen berekenen op die 149,22 gram of erger. Het gemiddelde van je steekproefgemiddelde is natuurlijk gewoon die 150 gram. Hè? Als je 18 zakjes met een gemiddeld gewicht van 150 gram neemt, die telt het op, je deelt door het aantal. Dan verwacht je gemiddeld uit te komen op die 150 gram. Maar die standaardafwijking, die is niet meer 1,7. Die standaardafwijking wordt kleiner. Ja, want het ene zakje is wat te zwaar, het andere zakje is wat te licht, dat middelt een beetje uit. Dus die standaardafwijking die wordt kleiner met een factor wortel 18. Dat was de wortel n-wet. En nu moeten we de kans berekenen op steekproefuitslag of erger. Of erger.
hebben we de kans dat het precies, hè, dat je bij zo'n steekproef precies 149,22 gram krijgt, die kans is nul. Maar we willen wel een idee hebben van, goh, hoe erg is dat nou, hoe onwaarschijnlijk is dat? Dus dan kijken we naar steekproefuitslag of erger. Eigenlijk is het gewoon, je gaat het beslissingsvoorschrift omzeilen. Nou, wat je eigenlijk doet is dit, heel kort. Hier is je steekproefgemiddelde verdeling. Ja, en dat gemiddelde is 150 gram. We gaan bij de berekeningen uit van de nulhypothese. En die standaardafwijking rekenen we dan even uit. Dan hebben we een beetje een idee. 1,7 gedeeld door wortel 18. Dat is 0,4 of zo. Oké. Dus er zit... dus deze grens hier is 150,4. En deze grens is 149,6. 68% van je steekproeven zit hier tussen. Maar hier ergens zit een grens. Hier zit je significantieniveau, 2,5%. Dat is toevallig een vuistregel. Hè? Dat was twee keer de standaardafwijking. Dus dit is 149,2. Dus dit is allemaal oké. Als ik hier zit, dan zeg ik van nou, dat gemiddelde is in ieder geval niet lager dan 150. Maar als ik te ver bij dat gemiddelde vandaan zit, hier bij mijn significantieniveau, dat is die 2,5%. Dan zeg ik van nou, hè, die kans dat ik hier in dit gebied zit is wel heel erg klein. Dus volgens mij klopt dat gemiddelde niet. Dat is je aanpak. En er is een makkelijke manier om uit te rekenen of je in dit gebied zit. Je berekent namelijk de kans op je steekproefuitslag of erger. En als die kans groter is, dan zit je aan deze kant. En als de kans kleiner is, dan zit je aan die kant. Nou, we weten nu al waar we zitten. Want die steekproefuitslag, die was 149,22. Hij zit dus net boven die grens van 149,2 die uit de vuistregels volgt. Dus dat betekent dat de kans, de oppervlakte zeg maar onder die kromme aan deze kant, ja, dat is meer dan die 2,5%, want je hebt dit stukje er ook nog bij. Dus als je kans groter is dan het significantieniveau, je kans op steekproefuitslag of erger groter dan het significantieniveau, dan zit je in het oké gebied. Dit gebied is oké, dit gebied is niet oké. Dus, we weten dus nu eigenlijk het antwoord al. Hè. Dit zit in het oké gebied, dus we gaan H0 niet verwerpen. Maar we doen het ook nog eventjes met een nette berekening. Want juist die vuistregel is niet exact. Hè, dus we kunnen het beter gewoon eventjes doen op de rekenmachine. Dus ook niet exact, maar wel heel veel stuk groter, stuk nauwkeuriger. Dus normaal CDF. We willen steekproefuitslag of erger. Dus dan doen we hier -1,199. En hier doen we die 149,22. Doen we eventjes puntkommatjes voor de leesbaarheid. Hier doen we de 150. En hier doen we die standaardafwijking. Die 1,7 gedeeld door wortel 18. Oké, nou, intoetsen. Second farce. Second farce, ja. Normal CDF. Normal PDF gebruiken we nooit. Ondergrens -1,199. En dan hebben we hier die 149,22. Dat was je rechtergrens. Het gemiddelde was 150. En je standaardafwijking van je steekproefgemiddelde, dat was die 1,7 gedeeld door de wortel van 18. En dan kom je uit op een kans die net iets groter is dan 0,5%. Zie je dat? Dus 0,0258 afgerond. En dit is groter dan het significantieniveau. Dus dat betekent dat we H0 niet gaan verwerpen. Hè, het zit wel onder het gemiddelde, maar het zit niet in het foute gebied. Het zit niet te ver onder het gemiddelde. Dus dan zeggen we van nou, misschien klopt dat gemiddelde gewoon wel. En meneer Onbalans krijgt geen gelijk. Dat is je conclusie, hè? Dat is heel belangrijk. Ze krijgt geen gelijk. Hij is een zeurkaas. Of hij had zijn significantieniveau wat groter moeten kiezen. Maar ja, je moet altijd eerst je significantieniveau kiezen en dan je onderzoek doen. Anders dan ben je de boel aan het blazen. Oké, de kans dat zo'n zakje krantjes lichter is dan 148 gram is afgerond 12%. Breken de kans dat een zakje krantjes een maximaal gewicht heeft van 148 gram rond je antwoord af 4 decimalen. Oké, nou 4 punten mensen voor een normaal CDF'je. Dat is best wel gul, toch? Dus x, hè, dat is het gewicht van een kansje.
Hè, en het gemiddelde van x, dat was die 150 gram. En die standaardafwijking was 1,7 gram. En we willen de kans weten dat x is kleiner dan 148 gram. En merk op dat bij de normale verdeling maakt het niet uit of je hier kleiner dan of gelijk zet. Want de kans dat het precies 148 is, 148,000000000, die kans is 0. Dus in de praktijk gebruiken we hier nooit een gelijkteken. Oké, dus dan krijg je normal CDF. Min 1E99, nu doen we hier de 148. En het gemiddelde was 150 en de standaardafwijking was 1,7. Ai, kommagetal, maken we hier puntkommas van. En eventjes intoetsen op de grafische rekenmachine. Second vars, normal CDF. Die kunnen we laten staan. Dit wordt 148. En de standaardafwijking wordt gewoon 1,7. Zo. En wat zegt hij dan? Dat is 0,1197. En het getal erachter is een 0. Dus dit is inderdaad afgerond op 4 decimalen. En als je het op 2 decimalen doet, is het 0,12. Dus inderdaad 12%. Dus dat klopt. Goed, dan zeggen ze, sommige leerlingen zijn net als meneer Onbalans zo dol op kerstkransjes dat ze, als de zakken weer in de winkels liggen, ze meteen een groot aantal zakken kopen. Fawn is ook zo'n leerling. Zij koopt in één keer 15 zakken. Bereken de kans dat minimaal 7 van deze zakken een maximaal gewicht hebben van 148 gram. Oké. Hey, dat is een binomiaal kansexperiment. Dus komt ie. N is 15. Ze koopt 15 zakken. De kans op succes, waarbij succes is, er zit minder in 148 gram, is bijvoorbeeld dit getal. En je kunt ook rekenen met 0,12 of het getal wat hier helemaal uitkomt met alle decimalen. Is allemaal goed als je het goed doet in ieder geval. En x is aantal zakken dat te licht is. Aantal te lichte zakken. Oké. Dus dan krijg je de kans dat x is minimaal 7. Oké, dus x is groter dan of gelijk aan 7. Maar dat hebben we niet op onze rekenmachine. We hebben alleen maar kleiner dan of gelijk. Dus dan gaan we kijken naar 1 minder kans dat x is kleiner dan of gelijk aan 6. En dit is een binom CDF. Dus dan doe je 1 min binom CDF met een aantal, een n van 15 en een kans van 0,1197 en een aantal van 6. En dan kom je op een antwoord uit. Dus de 1 min toetsen we meteen in. En dan second vars. Binom CDF zit ergens onderaan hier. En we doen het 15 keer. De kans op succes is 0,1197. En de x-value die erbij hoort is 6. Oké. En dat is best wel niet zo'n hele grote kans. En die heb ik hier inderdaad ook. Dus 0,00941 of zo. Hè. Oké. Eigenlijk, als je hier gaat afronden naar 0,001, je zou het kunnen verdedigen, maar je verliest wel een hoop informatie. In dit geval vind ik het persoonlijk niet zo heel erg, maar als je bijvoorbeeld deze kans had gekregen, had je ook kunnen afronden naar 0,001. Dat is de dubbele kans van wat hier staat. Dus in zo'n geval zou ik het echt fout vinden als je gaat afronden naar 0,001. Hier is het enigszins verdedigbaar. We moeten even afwachten hoe het in het antwoordmodel komt te staan. Oké, okay. Ja, maar je moet dus inzien dat je dit in ieder geval niet moet afronden naar 0,001. En dit, ja, is een twijfelgevalletje. Oké, okay. Dat is 7. Gaan we naar som 8. Gert is met het vieren van kerst weer eens thuis. Zijn moeder wil hem een speciaal gevoel geven door een eigen bakje met verschillende soorten kerstkransjes te geven. Zij is daarvoor naar de snoepwinkel gegaan en heeft een niet doorschijnende zak gevuld met 12 oranje kransjes, 12 witte kransjes, 8 melkkransjes en 23 melkwitte kransjes. Gert's moeder maakt in eerste instantie een bakje met 5 willekeurig gepakte kransjes.
Oeh, wat zal Gert een bijzonder gevoel krijgen deze kerst? En dan wordt er gezegd, bereken hoeveel oranje kransjes er tussen die 5 kransjes naar verwachting zitten. Ai, oké. Okay. Nou, dit doet een beetje denken aan, aan de vraag uit de oorspronkelijke ST. We hebben dus een zak. Daarin zitten 12 oranje kransjes. En 15 witte. En 18 melkkransjes. En 23 melkwitte kransjes. Wat dat precies is, weet ik niet. Maar dat maakt voor de som natuurlijk niet uit. We zijn geïnteresseerd in het aantal oranje kransjes. En we willen de verwachtingswaarde daarvan weten. Dus dit zijn er in totaal. Even kijken. 12 en 23 is samen 35. 35 plus 15. Dat komt mooi uit. 50. Er moet 18 bij. Dus volgens mij hebben we hier te maken met... Hey. Kan ik nou weer niet rekenen? Oké. Nee, in mijn antwoordmodel kom ik uit op 56 kransjes in totaal. Maar nou, dat is natuurlijk niet waar. Het zijn 58 kransjes in totaal. Dus mijn antwoord hier is fout. Maar we gaan het gewoon even netjes uitrekenen. Kijk, die 12 en die 18 samen zijn 30. En dan heb je 45. Dan heb je 48 nog... Oh nee, ik heb het wel goed gedaan. Kijk, dit zijn 68 kansjes in totaal. Hoezo? Nou, je kan het natuurlijk gewoon op je rekenmachine doen. En in mijn geval was het misschien sneller geweest. Want ik ben nu al een minuut lang aan het nadenken wat dit in totaal is. Wat je zou kunnen doen is die 12 en die 18 bij elkaar doen. Dat komt mooi uit, dat is 30. En dan doe je die 15 erbij, dan is het 45. En dan moet er nog 23 bij, maar dat is makkelijk, hoef je niks te onthouden. Dus dat wordt dan 68. Dus in totaal zijn het 68 kransjes. En deze kransjes samen, nou ja, dat zijn er dan minder. Namelijk 12 minder, dit zijn er 56. En ja, dit zijn er 12. Dus, en ik ben alleen maar geïnteresseerd in de oranje kransjes. Hè? Dus laten we zeggen dat x is aantal oranje kransjes... En dan wil je dus de kans weten dat x is 0 tot en met 5. Maar voor de verwachtingswaarde heb je de kans op 0 niet echt nodig. Maar voor de volledigheid zal ik hem wel even uitrekenen. Ik introduceer eventjes t. T is het totaal aantal mogelijkheden. Want je pakt er 5. Dus dan pak je van de 68, pak je 5. En dat is een of ander groot getal. 68. Prup. NCR, weet je wel, 5 geeft 10.442.128 mogelijkheden. Die komt overal terug, dus ik wil hem niet de hele tijd opschrijven. Nou, voor de volledigheid bereken ik ook even de kans dat x is 0. En dat is dan, dan pak je van de 12, ja, zo kan ik geen 12 opschrijven. Dan pak je van de 12... pak je er 0. En van de 56 overige pak je er 5. En dan deel je door het totaal. Oké, dus 12 NCR 0 is gewoon 1. En 56 NCR 5. Dat moet ik even uitrekenen op de rekenmachine. Dat is 3.819.816. Oké. En dan moet je dan nog delen door t. Dat gaan we lekker niet doen. Oké, nou, de kans dat x is 1. Dat is dan 12 NCR 1 keer 56 NCR 4. Gedeeld door het totaal. Oké, dus nou, laten we de NCR er allebei even inzetten. Dan kunnen we ze straks met edit misschien makkelijk aanpassen. Dus matprop. Op die oude rekenmachines was het prup, dan was er minder ruimte op het scherm. 12 NCR 1, ja, dat is natuurlijk gewoon 12. Maar ik hoop hem straks aan te passen naar 12 NCR 2. En die tweede wordt 56 NCR 4. Oké, en dan kom je uit op 4.407.480 gedeeld door t.
Oké, nou, en dat moeten we dan doen tot en met x is 5. Ik heb in het uitlegfilmpje van de oorspronkelijke ST, er zat ook een dergelijke som, heb ik een versnelde methode uitgelegd waarmee je het met je grafische rekenmachine kon doen in de table, zonder dat je heel veel moest doen, wat ik nu aan het doen ben. Dus als je dat wil zien, dan moet je even kijken naar het filmpje van de oorspronkelijke ST. Maar ik doe het gewoon even op de manier waarop ik verwacht dat de meeste mensen het aanpakken. Dus 12 NCR 2, 12 NCR 3, 12 NCR 4, 12 NCR 5. En dan wordt dit 56 NCR 3, 56 NCR 2, 56 NCR 1 en 56 NCR 0. Gedeeld door totaal, gedeeld door totaal, gedeeld door totaal, gedeeld door totaal. En dan moeten we dit allemaal zitten intoetsen. Dus nou, dat kunnen we, want we zijn stoer. We gaan terug met second enter, dat heet entry. Dan kun je een oude ding aanpassen. De meeste van jullie weten dat natuurlijk wel. Dus dit is er één. Dat is 1.829.520 gedeeld door t. Dan gaan we nog een keer second enter doen. Dan gaan we nog een keer aanpassen. Dus dit wordt 12 NCR 3 en dit wordt 56 NCR 2. Dat is 338.800. Oké, dus dan passen we hem nog een keer aan, 56 NCR 1. Als we dan terug zijn, kunnen we meteen op enter drukken. 12 NCR 4, ja, dat is 27.720, een leuk getal. En dan hebben we ook nog die 12 NCR 5 keer 56 NCR 0. Dus dit wordt gewoon 1 dan. En dit wordt 12 NCR 5. En dat geeft 792. Goed, nou, dit is best een walgelijke berekening. Maar nu moeten we nog een stapje verder gaan. Nu moeten we de verwachtingswaarde berekenen van die x. Dus dan krijg je de verwachtingswaarde van x. Nou, dat is de kans keer de waarde van x plus 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 de kans keer de waarde van x. X is hier 0, dus deze doet er niet toe. En alles moet gedeeld worden door die t. Dus ik doe even die 1 gedeeld door t aan de buitenkant. En dan doe ik 1, hè, want x is hier 1, keer die 4.407.480 plus 2, want x is 2. Keer 1.829.520 plus 3 keer 338.800 plus 4 keer 27.720. En dan hebben we wat ruimte nodig. Plus 5 keer 792. Oké, nou, dat doet ze dan in. Dus dan doen we 440.780. Die moet keer 1, dus daar hoeven we niks mee te doen. En dan keer 2, dan krijgen we die 1.829.520. En 3 keer 338.800, zo kan je het ook zeggen. Toets een stuk makkelijker in, 27.720. Plus 5 keer 792. En dat getal, die 919.7760, dus 9.197.760 moeten we dan nog delen door die t. En dan hebben we onze verwachtingswaarde. Dus we delen het door die t en dat was 68 NCR 5. Toets hem gewoon zo in, 68 NCR 5. En dan kom je uit op dit getalletje, 0,88 nog wat. Als je hier een breuk van maakt, dan kom je op een verrassend eenvoudige breuk, 15,17. En dat heeft een reden. De verwachtingswaarde van zo'n soort verdeling, dat heet een hypergeometrische verdeling, kan je namelijk heel makkelijk berekenen door de kans dat de eerste oranje is. Nou, de kans dat de eerste oranje is, is 12,68ste. Te vermenigvuldigen met het aantal dat je in totaal pakt.
Dus 12 gedeeld door 68 keer 5. En dat is dit getal, zie je dat? En als je daar een breuk van maakt, krijg je natuurlijk weer diezelfde breuk. Nadeel is alleen dat jullie deze formule niet hebben gehad. Dus je mag hem niet gebruiken zonder een bewijs te geven. En het bewijs van deze formule is best wel smerig. Dus ja, jullie moeten het zo doen. Maar je kunt het natuurlijk wel op deze manier controleren. Er zijn ook wel mensen die het zo doen, maar die gebruiken dan volgens mij stiekem de verwachtingswaarde van de binomiale verdeling. En dat mag je natuurlijk niet. Ondanks dat het dus eigenlijk wel mag, maar dat weet je niet. Dus dat is een lange berekening die we dan toch kort kunnen samenvatten als we wat hogere wiskunde gebruiken. Oké, dan gaan we naar som 9. Drinkbak. Hey, deze som komt me een beetje bekend voor. En ze zeggen, je moet de afgeleide bepalen met de productregel van die OX. En dan moet je de haakjes niet uitwerken. Oké, nou, dat gaan we doen. Dus, ik schrijf hem even over. De O van X is 4X plus 0,7 keer 1,4 plus... Of, ja, hier plus 1,1 keer x plus 1000 gedeeld door x kwadraat. En dit is een product. En een product differentieer je met de productregel. En de productregel zegt dat je dat eerste stuk moet differentiëren. Dus 4x plus 0,7. En dat je dan het tweede stuk moet laten staan. Dus 1,4 plus 1,1x plus 1000 gedeeld door x kwadraat. En dan zeg je ja, maar dan moet je dan ook nog bijtellen de 4x plus 0,7 en dan juist dat andere ding differentiëren. Dus die 1,4 plus 1,1x plus 1000 gedeeld door x kwadraat. 4x plus 0,7 differentiëren, dat is 4. Dus dan krijg je 4 keer 1,4 plus 1,1x plus 1000 gedeeld door x kwadraat. Oké. En dan moeten we dus die 4x plus 0,7 laten staan. En dan gaan we dit ding differentiëren. Nou, die 1,4 valt weg. Dat is een constante waar je mee optelt. Die 1,1x geeft als afgeleide 1,1. En die 1000 gedeeld door x kwadraat. Je moet je realiseren dat 1000 gedeeld door x kwadraat hetzelfde is als 1000 keer x tot de macht min 2. En als je 1000 keer x tot de macht min 2 differentieert, krijg je min 2 keer 1000 keer x tot de macht min 3. Dus dat wordt min 2000 gedeeld door x tot de macht 3. Zo. Nou, en we hoeven de haakjes niet uit te werken. En als we dat wel doen, dan komen we uit op de formule die daaronder staat. Maar dat gaan we nu niet doen. Oké. Ik zou eigenlijk ook graag hier een nieuwe regel tussen willen hebben. Ik vraag me af of die in versie A wel stond. Even kijken. Toon aan dat geldt. Blablabla. Deze hoef je niet aan te tonen. Breken de afgeleide productregel. Ja, ik denk dat ik dat heb gedaan. Oké. Wat? Zo, opgeslagen. De afgeleide kunnen we eenvoudig op blablabla. Dit hoef je niet aan te tonen. Oké. Breken met behulp van de afgeleide in vierkante centimeter nauwkeurig hoeveel karton de fabrikant minimaal nodig heeft. Dus we willen weten wanneer dit ding minimaal is. En dat doe je door te kijken wanneer dit ding gelijk is aan 0. Dus we gaan deze invullen in de grafische rekenmachine en kijken wanneer die 0 is. Dus dan zeggen we I1 is 8,8x plus 6,37 min 4000 gedeeld door x kwadraat min 1400 gedeeld door x tot de derde. En dan moeten we dat invullen en dan moeten we calculeren doen. Oké, nou. Dus we gaan naar mode, we zetten hem op function. En dan vullen we hem in. Dus 8,8x plus 6,37
min 4000 gedeeld door x kwadraat. Min 1400 gedeeld door x tot de derde. Oké. En het window, laten we even het standaard window nemen met x minus 0. En dan krijgen we een prachtige grafiek in beeld. Ja, daar gaat hij, zie je dat? En dan zeg je calc 0 geeft. Nou, x is second trace optie 2. En dan moeten we de left bound links van dat nul doorgangspuntje zetten. Dus hier, dit is links. Hè. Bij een stijgende functie is het onderkant links en de bovenkant rechts. Bij een dalende functie is het andersom. En een guess. En die guess is 7,571 nog wat. Oké, en het aardige is, dit staat nu, dat antwoord staat nu in x. Dus als we nu willen weten welke oppervlakte erbij hoort, dan kunnen we die x gewoon letterlijk gebruiken. Dus we willen nu de oppervlakte die hoort bij deze waarde voor x. En ja, dan vullen we gewoon maar die formule in. Dus dan krijg je dus 4 keer die 7,5 plus 0,7... keer 1,4 plus 1,1 keer 7,5 puntje. Plus 1000 gedeeld door 7,5 puntje in het kwadraat. En dan moeten we kijken wat er uitkomt. Dus dan doen we dus 4x. Hè, want dat getalletje zit in de x. Plus 0,7. Keer 1,4. Ik realiseer me trouwens dat ik die functie straks ook nodig heb in mijn grafische rekenmachine. Dus het zou veel slimmer zijn om hem bij i1 in te vullen of zo. En daar gewoon trace te doen met deze x. Maar ja, dat hebben we niet gedaan. Dus plus 1000 gedeeld door. En dan die 7,5 om er nog wat in het kwadraat. Zo. Oké, wat komt daaruit? 841,959. Puntje, maar het moest op hele, dus dan zeggen we het is 842 vierkante centimeter. Oké, som 10 hebben we net gedaan. Dan gaan we even naar som 11. Bij som 11 staat er, de formule kan ook simpelweg gebruikt worden om de formule van een raaklijn op te stellen. De formule van afgeleide. Gegeven is het punt A op de grafiek van OX met XA is 5. Stel met behulp van de afgeleide van OX de formule op van de raaklijn in A. Oké, nou voordat we dat gaan doen, wil ik even kijken wat het antwoord is. Dus we gaan eventjes die 4X plus 0,7 keer de 1,4 plus 1,1 x plus 1000 gedeeld door x kwadraat even in de grafische rekenmachine zetten. Dus hoe ziet dat eruit? Nou, we weten dat het minimum bij 800 nog wat ligt. Dus als we hem in beeld willen hebben, dan moet onze i max boven die 800 nog wat liggen. Dus laten we er 2000 van maken. Denk ik dat we hem nu aardig in beeld kunnen krijgen. Ja, zie je dat? Oké, en je rekenmachine kan die raaklijn maken. Hè? Dus dan doe je second pergum, dat is draw. Dan doe je hier tangent. En dan vul je daar 5 in. En dan tekent die keurig de raaklijn. Dan krijg je onder in beeld de formule van die raaklijn. Dus daarmee kun je straks controleren of je antwoord wel goed is. Oké, nou mijn antwoord is goed, maar ik had het ook al gecontroleerd. Dus laten we even kijken. Wat moet je doen als je formule op wil stellen van een raaklijn? De algemene formule van een lijn is dit. I is ax plus b. En die a, dat is de richtingscoëfficiënt. Die kan je uitrekenen door in de afgeleide 5 in te vullen. Want dan weet je de richtingscoëfficiënt van die grafiek hier bij x is 5. Dus dat gaan we dan doen. Dus dan doen we o accent x met x is 5. Oké, heb ik hem nog in de rekenmachine staan? Nee. Nou, oké.
Oké, dan gaan we van 5 invullen in de afgeleide. Dus dat wordt 8,8 keer 5 plus 6,37 min 4000 gedeeld door 5 kwadraat min 1400 gedeeld door 5 tot de derde. Nou, ben benieuwd. 8,8 keer 5 plus 6,37 plus min 4000 gedeeld door 5 in het kwadraat min 1400 gedeeld door 5 tot de derde. Dat geeft min 120,83. Oké. Oké, dat is leuk. Dus nu weten we dat die formule van die raaklijn er zo uitziet. Min 120,83. Nee, niet 128. Min 120,83 keer x plus b. Hoe vind je b? Punt invullen. En daarvoor moeten we weten wat O5 is. En O5 kunnen we wel met trace doen, want ja, die hebben we in de rekenmachine staan. En dat is 970,83. Oké, en als je dat dan daadwerkelijk met trace doet, dan zeg je ik heb het met trace gedaan en deze formule stond in mijn I1. Ik heb nergens opgeschreven dat I1 gelijk is aan de functie zelf, maar als je trace gebruikt moet je zeggen dat je hem hebt ingevuld. Oké, en anders mag je ook gewoon een getal invullen in je rekenmachine. Goed, dat is leuk. Nu weten we dus, als je 5 invult moet er dit uitkomen. Dus dan zeg je min 120,83 keer 5 plus b moet zijn 970,83. Dus b is 970,83 plus 5 keer die 120,83. Dus 120,83 keer 5 en dat is 604,15. Dat moeten we dan bij die 970,83 tellen. Dus 970,83 plus 604,15 geeft 1574,98. Oké. Dus de formule van de raaklijn is min 120,83 x plus 1574,98. En dat is wat onze rekenmachine ook zei. Ik zal nog even laten zien. Bij 5. Nou, het punt is dat die rekenmachine die afgeleide niet exact heeft. En ja, daardoor zie je allemaal rare kommagetallen staan. Maar in essentie is dit dezelfde lijn. Dus nou, ik hoop dat jullie het een leuk ST vonden. En goed hebben gemaakt. En dan sluiten we nog even af. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het overschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen.